What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into the next one on our Lubbock journey. Definitely get over and show the Avon. So met Aryan Lubbock, all the love in the world. Traffic jams and road prices. No idea what we're getting into, but we're going to check it out. I'm always down to hear someone's good debate, especially when it's put forward with a little humor. Shout out to Raphael for the request. Get over and show the love. Let's go. En dan, gefeliciteerd, we hebben een record te pakken. Nog nooit reden we zoveel kilometers als afgelopen jaar. Ja, we rijden steeds meer. Voor de harde cijfers schakelen we over naar het CBS. We kennen ze van hun saaie rapporten, maar ze maken ook nog saaie filmpjes. In 2017 legden we met onze motorvoertuigen ongeveer... He's ruthless. The gloves are off right from the jump. ...ook nog saaie filmpjes. In 2017 legden we met onze motorvoertuigen ongeveer 148 miljard kilometer af. En dat is gelijk aan 500 keer naar de zon en terug. How do they know? Als je heel goed kijkt, dan zie je de cameraman zitten. Dat is wel wat slordig, hè? Dat haalt je toch een beetje uit het sprookje. Ik zeg nooit laten zien hoe je tv maakt. Dat doe ik ook niet. Iets hoger, Ponken. Ja. En... al dat autorijden heeft gevolgen. Oh, de dame, weet je, zit Erwin de Hart druk? Heel druk. Het is een recorddrukte. Ja, lach maar even, maar 220 files, 1060 kilometer file. Je moet maken een choke, man. Als zelfs radio-dj's die op hun werk elke dag het file-nieuws horen... schrikken van hoeveel files er staan, dan staan er echt heel veel files. En dat is alsof je bij de dokter komt en die zegt... wow, what the fuck is dat? Vorige week was er zelfs een horroravondspits met 1135 kilometer file. Om even aan te geven hoe lang dat is, Maarten van der Weijden zou al naar 15% opgeven. Ja, dan ben je bij knooppunt Hoevelaken en dan zit je gewoon stuk. Maar ik ben alsnog heel blij met alle steun van zoveel... ja, we weten het nou wel. En we gaan de komende jaren alleen nog maar meer in de file staan. In 2017 stonden we met z'n allen 63 miljoen uur in de file. In 2023 is dat naar schatting al 85 miljoen uur. Wauw. Schat, ik ben 85 miljoen uur later. Ja, nee, file, ja. Begin alvast maar met eten. Weet je wat? Begin maar vast een ander gezin. Zeg de kinderen dat ik van ze hou. Oh, wacht, het rijdt alweer. Het reistijdsverlies zal waarschijnlijk de komende paar jaar met 1/3... He really shows you how ridiculous some things that we will listen to on the news are. Moet je even bedenken hoe gek dat eigenlijk is. Hè? Iedereen is druk, alles gaat sneller, we richten ons leven heel efficiënt in. Alleen dit niet. Terwijl files zijn altijd stom. Of nou ja, altijd. Eén keertje was het leuk tijdens een van de eerste files in Nederland in 1957. Op de aanvoerwegen die op zo'n drukte niet berekend zijn, liep het verkeer volkomen vast. Velsen was uitgelopen om het allemaal van dichtbij te kunnen zien. Niet één automobilist mopperde op het wachten. Iedereen reed geduldig mee in de langzaam voortkruipende, telkens weer stilstaande file. Dat was leuk. Mensen kwamen op het viaduct staan om de file te zien. Maar dat was maar één keer. Hè. Meteen de volgende file was het... ja, verdomme, dat heb ik weer. Idioot met je datzoen. Rij eens door, ik kom te laat bij de schillenboer. Hallo. Zo ging dat. En sindsdien hebben we elektrische tandenborstels gekregen, computers, smartphones, mijn thermostaat ziet dat ik wegrij bij mijn werk, zodat mijn huis al lekker warm is als ik thuis kom. Alleen duurt dat een uur langer dan nodig, want er staan nog steeds files. En is er in al die tijd dan nooit een oplossing bedacht? Nou, jawel. We luisteren naar een hoogleraar transportbeleid. En waar vind je die? Meestal in de berm. Er is geen maatregel die meer effect heeft dan het invoeren van een kilometerheffing... waarvoor geldt dat de hoogte afhangt van waar en wanneer je rijdt. Daar kan je ongeveer de helft van de files mee wegnemen. Ja, een kilometerheffing. En niet zomaar een kilometerheffing, maar een waarbij het bedrag afhangt van waar en wanneer je rijdt. Een spitsheffing. Wie in de spits langs een knelpunt wil, moet een paar euro betalen. Kijk, het principe is heel simpel. Hè. Een weg kan een bepaalde hoeveelheid auto's aan... maar op een gegeven moment wordt er net een kritische grens overschreden... en dan krijg je file. Als je 5 à 10% van de auto's van de weg weet te halen... zijn er meteen veel minder files.
Het doel van zo'n spitsheffing is dus ook niet om extra belastinggeld op te halen. De gewone wegenbelasting die zou dus juist omlaag kunnen. Maar het doel is dat een deel van die mensen besluit om de spits te mijden, zodat de rest kan doorrijden. En dat dat kan en werkt, dat zien we in Zweden. On January 3rd, 2006, Stockholm started to charge drivers who entered this central perimeter, the busiest area. The charge wasn't much, between 10 and 20 krona, the equivalent of $1 and $2, but it was enough to persuade 20% of drivers to not enter the central perimeter. Ja, in Zweden zijn er twee manieren om het verkeer van de weg te halen: spitsheffing of een flinke eland. Yeah, run. Prachtig. En niet alleen in Stockholm, ook in Londen, Singapore en een paar Noorse steden werkt het als een gek. Een nadeel is dat sommige mensen geen keus hebben. Die moeten om 8:30 op hun werk zijn. Maar een groot deel van de ochtend- en avondspits is helemaal geen woon-werkverkeer. En om de files te verminderen, hoeft dus maar een heel klein deel te besluiten om niet tijdens de spits de hond naar zwemles te brengen. En dat is mooi, maar waar. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. We kunnen in één klap van de helft van de files af zijn. Maar dan moeten we het wel willen. 1. We moeten helemaal niks. 2. Ik wil dit. Want dat stilstaan op de weg is irritant. Dat stilstaan op de weg is niet alleen irritant. Geen probleem nou, hou dan maar over op. Ja. Het kost het transportbedrijf elke dag weer veel geld. Laten we eens praten over 2 uur gemiddeld dat we stilstaan. Ja, dan praat je over 2 uur per man, dat is ongeveer 60 euro, inclusief vakantiegeld. Nou ja, 25 x 60 is 1500 euro per dag. Wauw! Die man heeft in de file krankzinnig goed leren hoofdrekenen. En nu in het tijdstip. Maar wat hij zegt klopt. Verkeersoponthoud kost de Nederlandse economie elk jaar 2,3 miljard euro. Je zou dus kunnen denken, zo snel mogelijk invoeren die spitsheffing, minder files, klaar. Iedereen wil dat. Nou ja, helaas niet iedereen. Deze meneer niet. En de VVD en dus de regering is falikant tegen die spitsheffing. Wat ik raar vind, want je zou denken, why? De VVD is tegen files, hè, want het is echt een autopartij. Ik noem ze wel eens de Vroempartij. Sorry, een beetje flauw natuurlijk. Volgend punt is natuurlijk de auto. Wij blijven natuurlijk de auto, de Vroempartij, en terecht. Oké, ja, toch. De Vroempartij dus. Hè, die zijn echt heel erg voor auto's. Die noemen alles wat de autobezitter ook maar een beetje raakt meteen automobilistje pesten. Hier, dit staat op hun site. Via accijnzen en boetes zijn het de automobilisten die vele andere potjes van de overheid spekken. Wij willen dat daar een einde aan komt. Wacht even, een eind aan boetes? Wat? De VVD is zo erg voor de auto dat ze tegen verkeersboetes zijn. Meneer, u reed 260 km per uur op een woonerf. Heel goed, lekker bezig. Ondernemer of niet? Nice, ja, mooi ook. Mooi die hanger voor uw jasje achter op uw stoel, prachtig. Nou, vroem vroem, dag. En juist die partij, die is tegen het enige middel dat echt werkt tegen files. Ze willen er zelfs niet eens over praten. Hier, ook op vvd.nl. Wij waren, zijn en blijven tegen de kilometerheffing. Uit onderzoek blijkt dat het helemaal niet werkt. Er staat verder niet bij uit welk onderzoek dat dan blijkt. Ja, yeah, no, waarschijnlijk was the sauce. Jan Willem, give me the sauces. Rekening rijden, werkt er niet, toch? Ik zit even te kakken, maar ik denk het niet. Akkoord, ik zet hem online. Dus de VVD wil dus absoluut geen rekening rijden. Geen spitsheffing, geen kilometerheffing. En ik snap het ook wel, want die woorden zijn ook gewoon niet lekker. Hè? Heffing, rekening. En daarom moeten we het aantrekkelijker maken. VVD, you gotta change up the name. En duidelijk maken, sure, dat je betaalt voor iets prettigs. Voor tijdwinst. Dus iets van doorrijdoekoe. Of scheurbonus. Of, a phrase of nee, bonus. Laten we het gewoon vroempoen noemen. Vroempoen. Vroem, vroem. Ja, precies. En om de een of andere reden wil de VVD dus geen vroempoen om de files op te lossen. Maar wat willen ze dan wel? Om files te bestrijden blijft de overheid de komende jaren rijstroken en nieuwe wegen aanleggen. Van 2018 tot 2030 trekt de overheid 19 miljard euro uit. Ja, de VVD wil meer asfalt, wat heel veel geld kost. Terwijl volgens de Bern-professor een spitsheffing veel beter werkt. De afgelopen jaren is er al 700 kilometer aan wegen bijgekomen. En toch is het aantal files alleen maar toegenomen.
Dat komt doordat er meer auto's op de weg zijn, maar dat komt ook weer deels doordat er meer asfalt ligt. Deze hoogleraar ruimtelijke economie legt uit hoe dat zit. En hij heeft de kijk op, want ook hij staat naast de snelweg. Meer asfalt, daarvan weten we dat het wel van tijdelijk werkt. We weten ook dat het op de langere termijn weer extra vraag aantrekt. Het is dus geen oplossing op lange termijn. Nee, het is een korte termijn oplossing. Net als je labrador uit het raam flikkeren. Voordeel, hij is eindelijk stil. Nadeel, je beste vriend is dood. Loves dark humor. Meer asfalt is geen lange termijn oplossing. Want zodra de files weg zijn, wordt de snelweg weer een optie voor mensen die de spits vermijden. En na een tijdje is de file gewoon weer net zo lang, alleen iets breder. Waarom is de VVD zo tegen Vroempoen? Nou, luister naar VVD-Kamerlid Annemarie Jorritsma in 1990. En zoals gebruikelijk in de jaren 90 wordt zij geïnterviewd door een toekan. What? Rekeningrijden. Wat zijn jullie punten? Dus wat vind je? No, this ain't real. Nou, we vinden het rekeningrijden zo ingewikkeld worden. De techniek is buitengewoon ingewikkeld. Is er overigens ook nog helemaal niet. De kosten zijn gigantisch. En ik denk dat de kosten nog wat te optimistisch worden ingeschat. How can anybody 300, even take that seriously? Miljoen. Wow. Wat een belachelijk goed geïnformeerde toekan. En dit was 1990, toen was er tenminste nog discussie mogelijk met de VVD over Vroempoen. Tegenwoordig knallen ze het gewoon elke vier jaar in het regeerakkoord dat ze het niet willen. Hier, dit staat in het regeerakkoord van Rutte 3. Ze willen experimenteren met vervoer en betaling zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden. Rutte 2, er komt geen kilometerheffing. En het regeerakkoord van Rutte 1, er komt geen kilometerheffing. Dat is slim hoor. Ik schrijf ook elke dag altijd even op wat ik allemaal niet ga doen. Dat is heel... Morgen staat bijvoorbeeld weer het niet opruimen van mijn schuurtje op het programma. Dat doe ik elke maandag niet, is een beetje traditie geworden. De VVD die is dus al jaren tegen. En ook hun FAVO-coalitievriendje CDA is tegen elke vorm van vroempoen. Ik kan je zeggen, als rekeningrijden weer wordt ingevoerd, dan wordt Nederland heel erg boos. Want je gaat dan betaald in de file staan. Hé, Buma. Slim bedacht, joh. Chapeau. Maar het idee is juist dat je door rekeningrijden minder in de file staat. Het CDA snapt niet dat rekeningrijden een maatregel is om files tegen te gaan. In de file staan vinden we allemaal vervelend. De ergste straf die je iemand kunt geven is 50 minuten extra in de auto zitten. En denken we nou echt dat als je die mensen naast de 50 minuten extra ook nog eens 5 euro meer laat betalen, dat ze dan wel de auto laten staan? What are you doing up here, huh? Wat is dat voor redenering? Het regent, wil je een paraplu? Ja, dag. Dan word ik nat en dan moet ik ook nog zo'n heel ding mee tillen. Doei. Nou, wie ook al lang en fel tegen Vroempoen is, is de ANWB. De baas van de ANWB werd in 1990 geïnterviewd door een... Nou ja, het was de 90's, dus u begrijpt... Bent u dus tegen het rekeningrijden? Dat vind ik wel leuk en aardig. No. Maar heeft u dan zelf betere suggesties? Beter openbaar vervoer, knelpunten wegnemen... en bijvoorbeeld een goed parkeerbeleid in alle grote steden in de Randstad. Ja, ook de ANWB stelt alles voor behalve Vroempoen. Ze zijn namelijk al vanaf het begin fel tegen elke vorm van rekeningrijden. Hoe fel? De ANWB is al jaren fel tegen rekeningrijden. Hier in de hal van het hoofdkantoor is er zelfs een expositie aan gewijd. Een expositie over dat ze er tegen zijn? Oh, ja, dat doe ik ook altijd. Ja, schat, ga je mee naar mijn ouders? Nee, daar heb ik echt geen zin in. Waarom niet? Nou, loop even mee naar mijn expositie. Kijk, hier zien we jouw vader. En behalve de VVD, het CDA en de ANWB is er nog een grote vroempoenhater, de Telegraaf. Dat is al heel lang dé grote woordvoerder van het verzet. En zodra er ook maar iets van rekeningrijden, kilometerheffing, spitsheffing... of binnenkort hopelijk dus vroempoen wordt geroepen... dan begint de Telegraaf een uitgebreide campagne. Onder aanvoering van de Telegraaf krijgt de kilometerheffing... vooral het imago van melkkoe van de automobilist. Ja, het enige wat de Telegraaf nog erger vindt dan roetveegpieten is kilometerheffing. Als de Telegraaf zou mogen kiezen tussen rekeningrijden... I can kind of see it both ways. But at the same time, like, I'm from California. And we just... You learn to deal with traffic. It's just something that's gonna be there. No matter how many roads they've opened up here. No matter how many different things they've done. Plus, we've even, down the highway, one of the lanes, taken away... That used to be a carpool lane. So the people that had more than one person in their car that were sharing rides and stuff could take the carpool lane and be fast. It was all the way past the fast lane. Now that lane is... a metered lane where you get in there and from exit to exit on the highway,
it charges you a certain amount of money. That's like a toll lane the whole way now. So now we got even more people that aren't using the carpool lane, that are over in the normal lanes. It's just chaos. It really is. When you're driving here, it's chaos. So I've never actually seen the driving conditions up there. Honestly, we've seen more people in bicycles than in cars, I think, at this point. Very, very intriguing. But I'm not sure which way I would go. If there's actual studies that show that it works, then I could kind of see it. But at the same time, people are already a little bit down and out, paying too damn much as it is in a lot of places. So I can see the back and forth. I can see the conundrum here. Of dat Sinterklaas vanaf nu wordt gespeeld door Sylvana Simons. Dan zeggen ze, houdt ze dan wel gewoon een baard? Nee, oké. Okay. Nee, prima hoor, maar geen rekening rijden. En Vroempoen is dé oplossing voor het groeiende fileprobleem. Maar VVD, het CDA en de Telegraaf blokkeren de boel als een Zweedse eland. En nu zeg je, Arjen, is het technisch eigenlijk wel haalbaar? Nou, dan heb ik goed nieuws. In Brabant hadden ze dat in 2009 al opgelost. Brabantse bedrijven laten nu alvast zien dat het technisch gezien kan. En wij willen in ieder geval hier ook als regio laten zien dat er wel politieke besluitvorming moet komen, maar dat het technisch gezien bijna alles wat de Kamer zou willen op het gebied van privacy en op het gebied van tarieven, alles is eigenlijk mogelijk. Precies! Haar moeten we hebben! Dat is gek! Wie is dit? En vooral, wat doet ze nu? Cora van Nieuwenhuizen is hier de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Vertel, Cora, technisch kan het, dat zei je 9 jaar geleden al. Wanneer gaan we rekening rijden? Het gaat niet gebeuren, we gaan geen rekening rijden invoeren. Cora! Wat is er met je gebeurd? Zelfs Rick Nieman, die is van WNL, zelfs hij breekt bij zoveel onredelijkheid. Alle experts zeggen, er is één ding wat je kunt doen. De Telegraaf vindt het niet leuk, maar er is één ding wat je kunt doen. Namelijk, maak gewoon rijden in de spits duurder en mensen zullen het minder gaan doen. Maar u wilt daar toch niet aan. I don't think they will. I don't think they will. Nee, dat is het bekende rekeningrijden woord. Ik durf het rustig uit te spreken. Ja, maar is het echt geen optie, want het helpt, zeggen de experts. Nou, nee, want ik vind dat geen goede manier. Maar alle experts zeggen dat het helpt, Cora. Alsjeblieft. En ik ben nog wel van WNL. Ik was ooit de anchor van RTL. Kom op, Cora, please. Nee, Vroempoen is geen automobilistje pesten. Files laten bestaan, dat is automobilistje pesten. Tuurlijk, rekening rijden kost geld. Maar in de file staan kost tijd. En tijd is geld. Als de VVD echt een ondernemerspartij was, dan zouden ze dat snappen. Maar toch heeft de VVD dus in het regeerakkoord dichtgetimmerd dat alles tot in lengte van dagen muurvast blijft staan, met volledige goedkeuring van die andere filevriendjes van het CDA en de Telegraaf. En daarom hebben wij gevraagd aan alle grote radiozenders of zij ons willen helpen. Dan horen de mensen die in de file staan waarom ze daar staan. En al die radio-dj's die wilden wel helpen. Dus morgen hoor je na het file-nieuws bij Giel Beelen van Veronica, Ruud de Wild van Radio 2, Sander Hogedoorn van 3FM, Edwin Evers van Radio 58, Mark Plus Ramon van 3FM, Jordi Warners en Tom van der Weert van Slam, Gerard Ekdom van Radio 10, Domien Verschuren van Q-Music, Mattie en Marieke van Q-Music. Bij al hun programma's hoor je morgen dit na het file-nieuws. Deze files worden in stand gehouden door de Nederlandse regering. Automobilistje pesten. Ja! Dankjewel, jongens. Bedankt voor het helpen. En voor jullie, dus als je weer eens in de file staat, weet dan in ieder geval hoe dat komt. En dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag. Tot ziens. There you have it, everybody. Heb je pijn in je buik van het lachen? Abonneer je dan op dit kanaal. Heb je pijn in je buik om een andere reden? Ga dan naar de dokter. For those of you that don't speak it, definitely get over and show them all the love. The Vaughn Show met Arjen Lubach is right there. Inside of the description, you shall find the link. I'm going to try to hit the like button. I don't know, because ours don't work here. So I'm kind of teeter-tottering. But then again, I don't know your whole infrastructure up there yet. But he does make it seem like a great thing. But everybody's against it. I don't know why the government themselves would be against taxes. You know, they love to collect that money up. Someone out there is going to want it in their pocket. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Tell the next one of mine, the combustible. You guys be happy, healthy, safe. But let me tell the move the back, peace.